Afgelopen week was een spannende week voor Amsterdam. De boorgravin trof de Bijenkorf op haar pad. Hoofdboorder Paul Jansen zag zijn kans schoon en ging beneden polshoog te nemen. Paul, hoe vaak kom je nou echt in de tunnel? Nou, ik probeer het 2 tot 3 keer per week, maar dat lukt niet altijd. Kijk, mijn taken liggen natuurlijk niet specifiek echt bij het uitvoeringsproces. Ik ben meer faciliterend. Ik moet ervoor zorgen dat de mensen van ons en uiteraard de mensen van de aannemer, dat die hun werk kunnen doen, dat die kwaliteit kunnen leveren. Maar ja, het is natuurlijk veel te leuk om dan niet ieder argument te gebruiken om er wel eens een keer naartoe te gaan natuurlijk. Ik bedoel, dat is... We blijven jongens in de zandbak hoor. Ben je daar niet een klein beetje te oud voor, Paul? Kijk, je kan daar zien, hè? Je ziet 1130 staan. Die eerste 1 staat voor de eerste buis die we boren. 130 staat voor de 130ste ring die er staat. Nou, zo'n ring is 1,5 meter lang. Dus reken maar uit, 130 keer 1,5. Dus dan zijn we al bijna op de 200 meter. Nou, rekenen kan die hoor. Moet je nou veel verstand van techniek hebben in jouw functie? Zelf ben ik niet heel veel meer met techniek bezig. Maar er worden natuurlijk nog wel eens een keer wat technische vraagstukken voorgelegd. Het is wel heel prettig dat je er in het verleden heel veel wel mee bezig bent geweest. En eigenlijk ontwikkel je ook daardoor een soort antenne dat je weet van hey, dit klopt niet of dit klopt wel. En als je je antenne nu even beluistert, hoe staat het ervoor met de Noord-Zuidlijn? Nou, het gaat goed. Kijk, de manier waarop die, nou ik zeg altijd maar die Lego stenen. Pardon? Wat voor stenen? Je kan het makkelijk zien als je wat vaker in deze materie bezig bent. De manier waarop die... Nou, ik zeg altijd maar die Lego stenen netjes tegen elkaar liggen. Nergens zie je breukjes. Je ziet nergens, zie je dingen lekken. Dus allemaal zijn dat parameters voor een hele goede kwaliteit. Je weet het toch, van Lego kun je alles maken. In elk nadeel heb zijn voordeel, krijgt 1 benadeelde ondernemer 30 seconden aandacht. Deze week, Europaplein 1-1-1-1-1. Of wij de huizenbeurs organiseren? Nee, dat is hiernaast. Wij zijn het kleine zusje en regelen alles op het gebied van lunch. Dat is minstens zo leuk. En je betaalt natuurlijk geen intra. Ondertussen staat Paul bij de fundamenten van de Bijenkorf. Ook onder de kadermuur hebben we gezegd, dat was best een uitdaging. Ook langs de beurs van Berlage, dat was natuurlijk ook een hele goede uitdaging. Dit was uitdaging nummer 3. Maar het is niet spannender hier als 5 meter of 10 meter verderop of daarvoor. Goedemorgen, dit is de achterkant van de boormachine. We kunnen een klein kijkje nemen in de boormachine, maar het is dermate kruip door, sluip door. Vergelijk het maar eigenlijk met een onderzeeboot. Zandbak, Lego, onderzeeboot. Paul zit in zijn tweede jeugd. Met de omgeving hebben we heel veel contact. Heel goed contact. We hebben precies uitgelegd van wat we doen. Wat we natuurlijk heel belangrijk, wat we ervoor al gedaan hebben. En men heeft daar alle vertrouwen in. Hier zijn we nu. De boor is nu onder het Rokin. Ruim voorbij het gebouw Industria. Volgende week bevinden de boorders zich vlak voor het toekomstige metrostation Rokin. Hier zijn we nu. Kijk volgende week waar we dan zijn. Ook op www.hierzijnwij.nu.